Zwerfafval komt via de natuur terecht in onze zeeën. Daar vormt het een plastic soep. D66 wil daar vanaf. Een belangrijk deel van het zwerfafval bestaat uit plastic flesjes. Statiegeld op plastic flessen is een effectieve manier om het zwerfafval aan te pakken. Het vorige kabinet had het statiegeldsysteem op grote flessen bijna afgeschaft, terwijl de plastic soep steeds groter wordt. Ik ruim dit even op. Na jaren stilstand is er nu eindelijk vooruitgang. Onze staatssecretaris Stientje van Veldhoven gaat statiegeld invoeren voor kleine plastic flesjes. Zo halen we de doelen om 70-90% minder plastic flesjes in het zwerfafval terecht te laten komen. En dat 90% van de kleine plastic flesjes wordt gerecycled. Dat is goed voor het klimaat en het maakt jouw dorp of stad schoner. Maar hoe zit het dan met blikjes, sigarettenpeuken, kauwgum en deksels van papieren koffiebekers? Ook daar wil D66 vanaf. Dankzij inzet van D66 komt onze staatssecretaris met een actieplan voor blikafval in 2020. Met als doel om ook het aantal blikjes in het zwerfafval te verminderen.